speciale dagen kwam die melkboer eerst naar de mensen die die speciale bestelling gedaan hadden. Ook al woonden zij aan de andere kant van het dorp. Dus als iemand boter of room besteld had, die helemaal aan de andere kant van het dorp woonde, die reed hij daar. De jagers die konijntjes op te jagen. En dan zijn er al heel veel wat minder, hè, en heel veel wat minder schade aan die gewassen die bij de boer op zijn landerijen staan. Hè. Ja. Wij wonen hier ook aan de grens. Hè. Hebben jullie vroeger had je aan de grens een soort grenspolitie. En we noemden dat douaniers. Dus de mensen die mensen moesten de grens bewaken dat niemand goederen vanuit Nederland naar België bracht, of van België naar Nederland bracht, zonder daar eigenlijk voor taksen te betalen, belastingen te betalen. Dus als je aan de grens komt en iets in Nederland is duurder, zoals in België bijvoorbeeld, moet je daar, als je van de ene grens op de andere grens bent, moet je daar taksen op betalen. Dat mag zomaar niet van het ene land naar het andere. Je mag bijvoorbeeld wel iets gaan kopen in, ik zeg maar iets, bij de Chinezen in Nederland en dat meebrengen naar huis, dat is voor thuis op te eten. Maar niet voor thuis dan nog te verkopen aan andere mensen. Dat mag niet. Dus heel vroeger werd er wel eens boter en koffie bijvoorbeeld vanuit Nederland gesmokkeld naar België, want die waren veel goedkoper in Nederland. Dan waren er mensen die duizenden kilo kochten in Nederland en die in België terug verkochten en daar heel veel geld mee verdienden. Bijvoorbeeld op de eerste zaal staat er akkerbouw. Dus iedere zaal heeft een hoofdstuk in het boekje. En het eerste hoofdstuk gaat over de akkerbouw. En als we akkerbouw zeggen, over wat hebben we dan eigenlijk? Groente en fruit. Groente en fruit en één ding. Groentebedrijven, sla, bijvoorbeeld, en fruit. Fruitbedrijven, appelen, opgroeien, die eigenlijk gebruikt, grootgebracht worden om een vlees later op te eten. Dus kippen, voor de kippenborstjes of de kippenbilletjes. Koeien voor de biefstukken, varkens voor de koteletjes, bij de sparkelen. En die twee dagen aan de tuinbouw zou beginnen en dan straks wisselen jullie gewoon. Je moet maar weer zoveel voor de invulpagina's vervullen. De pagina 4 is van de eerste akkerbouw. Je mag aan de hand van die zuilen, mag je gaan kijken, zoveel mogelijk van de plaats. Welke tijd zijn de drie groepen, denk ik, die groene dingen? Ja, en waar moet je dat schrijven? Bij 3. 1. Bier wordt van. Vlas is bier. Vlas? Ja. Daar is bier. Nee, dat is bier. Bier is warm. En mais. En vlas. Mais en vlas. Nu gaan we de gewassen doen. Welke gewassen wordt die deze strijd? Jessica, die aardappelen wordt wel van chips gemaakt en... Shhh. Dat moest het niet, maar die weten dat ook dan. Ja, dat doe ik niet. En dan... Zelf bedenken gaat dan daar zitten. Ah, super, hier is het nog bezig.